zijn jullie groot geworden? ik ga het proberen zonder, want ik beweeg daarbij. Dus ik denk dat het mij gaat belemmeren, de microfoon. Ik heb een tas meegenomen. Even kijken. En ik heb hier dit. Dat is niet de originele touw. Dat is een andere touw. Die heb ik gekregen ooit van eenzelfde touw van een clown in Algerije. En die heet Zarboet. En die clown Zarboet betekent eigenlijk een tol. Dat is gewoon een tol. Omdat hij allerlei... Hij was een mengeling tussen Chaplin en een Algerijnse komiek. Dat is Boubagra. Dat is een hele bekende... Als ik zijn naam noem, moet hij lachen. Hij is ook Algerijn. Dat was echt een hele grote... Dat waren grote helden van mij. Hè? En die clown, dat was eigenlijk een regionale held van mijn dorp Besbes. Dat ligt aan Noordoost-Algerije in Annaba, waar Augustinus geboren is. Precies, Tagast eigenlijk, daar ben ik geboren. En ik zag het daar en ik was trots op. En de touw, dat gaf hij mij, niet deze, maar een andere touw. Die is inmiddels versleten. Alles wat daar vandaan komt... En hij zei tegen mij, als je dit touw recht kan krijgen, dan krijg je alles voor elkaar. En ik doe het nog steeds, maar het lukt niet. Maakt niet uit, ik zet hem hier. Goed. Ik ga terug naar die clown. Ik ging met mijn oom altijd, toen ik klein was, was oorlog. Ik ben geboren in 1956, dat was midden in de oorlog. En ik had een oom, die had tuberculose, Ahmed. Hij hoestte heel veel, hij vertelde prachtige verhalen, vol met bacillen. Hij is doodgegaan aan tuberculose. En met hem ging ik, omdat hij ziek was, was hij vaak thuis. Ik ging met hem naar de bioscoop en naar die clown Zarboet. En als die clown kwam spelen in het dorp, was het hele dorp gaan kijken. Want hij kwam altijd aan het einde van de voorstelling. Want dan kwam de burgemeester altijd. Het kwam altijd ter gelegenheid van de onafhankelijkheid. Of 24 februari, feest van de benzine of olie. En 8 maart. En het was altijd ter gelegenheid van iets. En dan kwam de burgemeester en die vertelde zijn hele verhaal. Anders liep iedereen weg als hij het laatste aan het einde deed. En dan kwam Zarboet pas aan het einde. En iedereen bleef kijken. Ik ook. En als hij kwam, was het meteen... Kijk, ik heb een paar trucjes van hem hier. Ga ik laten zien. Klein trucjes hier. Zo'n bal, dan pakt hij zo'n bal. En voor mij was het een snoep eigenlijk. En de snoep was heel duur. En hij had een snoep en die kwam er niet uit, maar die kwam altijd terug. Dacht ik, wauw, dan hoef je niet meer naar de winkel. Dat is fantastisch. Op. En dan kan je weer terug. En hij kon echt. En dan kan je weer terug. En dan pakt hij nog één. En nog één. En nog één. Nee. En ik bleef telkens. Wauw, nog één. En dit heb ik van. Nog één, sorry. En dit heb ik van hem geleerd. En hij kon zoveel dingen. Hij kon met zijn ogen bijvoorbeeld dit doen. Dit, en dan kon één oog bewegen. Zonder. En ik dacht, als ik groot word, wil ik ook clown worden. En het als Zarboet. Zarboet was mijn held. En. Daarna heb ik zelfs een foto met hem gemaakt. Ik zat naast hem op de foto. En die foto heb ik nooit gezien. Want degene die foto's maakte was Mohamed Pellicule. Maar die had... Pellicule betekent een rolletje. Maar die had nooit een rolletje in het ding. Hij kwam speciaal met een soort oud fototoestel, Pentax. Hij maakte foto's. En hij kon dus de burgemeester en alle bobo's kon hij zien. Maar hij was daarna... En ik was jaloe. Ik was eigenlijk heel boos dat ik die foto niet heb gezien. Ik vertelde het aan mijn schoolvrienden, maar die geloofden mij niet. Maar ik kon hem heel goed nadoen. Zarboet. Ik kon dit doen, dat mimen. Dat heb ik echt van hem geleerd. En later... daarna, ik ga om een kort verhaal te vertellen. Sorry. Ik ben nog steeds aan het inburgeren. Een beetje aan de late kant, maar beter laat dan terug. ik heb hem daarna nooit meer gezien. Hij was... ik was ouder. Hij kwam niet meer naar het dorp. Ik was vertrokken naar Annaba. De stad, want ik ben geboren in Besbes, een klein dorp. En daarna naar Frankrijk. Frankrijk ga ik niet daarover, niet dat ik vind Frankrijk ook goed hoor. Maar ik ben niet te lang gebleven in Frankrijk. 3,5 jaar. En toen werd ik verliefd op Jacqueline, mijn ex-vrouw.
Maar ik heb goede contact met haar. Echt. Nee, serieus. Ik hou van haar. En ik heb met haar 2 kinderen. Ik heb nu 3 kinderen. Met een andere vrouw ook heb ik een kind. Wist je dat 1 op de 4 kinderen in de wereld Chinees is? Daarom heb ik maar 3 kinderen gemaakt. Oké, goed. Het is een andere vraag. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En hier werd ik beroemd op het Leidsplein. Hier, naast. Ik ging op straat spelen. Ik dacht, omdat ik de taal niet sprak. Ik dacht, ik ga pantomime. Ik ben eigenlijk geen pantomimespeler. Dat ben ik echt uit nood geworden. Omdat ik de taal gewoon niet sprak. Ik deed het wel vroeger als kind met mime, banaan eten. En alles wat ik niet had, ging ik gewoon mime. En ik kwam hier en het kwam gewoon alles. Alles was geïmproviseerd. Mijn hele leven was een improvisatie. En op straat hier. En toen werd ik beroemd. Toen kwam ik bij Sesamstraat, Schouwburgen, overal in het buitenland. Ook heb ik in het buitenland gespeeld. En op een dag werd ik uitgenodigd door de Nederlandse ambassade om Nederland te vertegenwoordigen in mijn geboorteland. Ik als Algerijn vertegenwoordig Nederland in Algerije. Dat was met meneer Revis, volgens mij. Het was een heel leuk ambassadeur. Net zo leuk als Janne. ik ben gegaan. Ik vond het te gek. En ik dacht meteen aan Zarbot. Maar die Zarbot ben ik nooit vergeten. Echt. Dit is een echt verhaal, dames en heren. Echt. En toen kwam ik in Algerije. Het was in 2000. Zo. Het was nog niet helemaal. Het was nog steeds onrustig. En de Revis was weg. Toen was Marc Moquet als vervanger. En hij reed in een diplomatische auto met motoren, politieauto's. En we zaten in een andere auto. En daarna mocht ik met hem in de auto. En hij vroeg aan mij, hoe ben je dit gaan doen? En toen zei ik, nou, ik vertelde over Zarbot. En toen zei hij, zullen we hem gaan zoeken in Algerije? Toen dacht ik, wauw, dat is te gek. We gaan Zarbot, mijn eerste clown, die heb ik heel lang niet meer gezien. We gingen naar Annaba. We hebben eerst in Algiers. Daarna hebben we nog tijd, nog 2 minuten. Sorry, tijd bij ons bestaat niet. Echt waar. Nee, echt waar. Tijd is. Ga ik straks iets voor. Over tijd gesproken, heel even tussendoor. Het was een man die kwam bij oma. Mijn oma kon handlezen. Hij klopte aan de deur. Nee, we hadden geen deur. Hij kwam naar binnen. En mijn oma pakte zijn hand en die zei, je gaat heel lang leven. Die man was depressief. Dat woord depressief kennen we ook niet. Of je bent gek of niet. Maar die man was gewoon depressief. Dat wist ik, dat ontdekte ik pas later. Depressief. Psychose, neurose, dat ken ik allemaal niet. Wat is het verschil tussen psychose en neurose? Nee. Wat is het verschil tussen een psychoot en een neuroot? Een psychoot is iemand die denkt dat 2 en 2 is 5. En hij is er blij mee. Een neuroot is iemand die weet dat 2 en 2 is 4. En hij balt ervan. Deze man had die combinatie. Hij kwam binnen en ze pakte zijn handen. Je gaat lang leven. Die man was blij. Hij liep weg. 10 stappen verder. Hij viel neer. Dood. Toen zei oma, wat gaat de tijd snel. Dat vond ik heel mooi. Dus ik kwam aan in Annaba. En het eerste wat ik ging doen, ik ging die clown zoeken. Ik heb hem overal gezocht. Niemand kende hem. Echt niemand. Overal. Ik dacht, die man heeft bestaan. Hoek. Tot ik aan iemand vroeg, die speelde met hem in een variétégroep. Dat was een gitarist, die heette Platin. En die zei tegen mij, je moet achter het theater, daar is een oude man, die kan je vragen. En ik ging daar en ik zag een oude man zitten. Ik zag zijn gezicht niet. Hij had een capuchon met een djellaba. Zo. En hij zat zo. Hey Rick. Hij zat zo en ik ging naar hem en ik zei, Zarbot. En toen hoorde ik, nee, hij draaide zich om. En ik zag zijn gezicht. Ik zag een man met een grijze baard, met rimpels en geen tanden. Hij keek me aan en hij zei, jij komt hier niet vandaan. Ik zei, ik kom hier vandaan, ik ben hier geboren. Ken jij Zarbot? Natuurlijk ken ik Zarbot, ik ben met hem opgegroeid, dat was mijn held. En ik zoek hem om met mij te spelen vanavond. En ik zag hier een traan, het is net een druppel regen, dat valt op een grond waar het heel lang niet heeft geregend. Echt. En hij zei, jij woont hier niet. Ik zei, nee, ik woon hier. Hij zei, daarom ben je mij niet vergeten. En hij zei, ik kom vanavond. En hij kwam die avond. Met zijn kleren van toen, als oude man. Wij gingen een act doen met een appel. Dat was een act dat hij een appel heel snel at.
Alleen hij had geen tanden meer. En hij zag me binnenkomen met het vraag. Dat zei hij, maak je geen zorgen. Hij kwam met een banaan. En we hebben die act gedaan. Hij heeft gespeeld. En toen was het klaar. En toen zei ik, dit is Rabot, jongens en meisjes. En dames en heren, de volwassenen wisten wie hij was. En de kinderen wisten het niet. En daarna moest hij huilen, want de ambassadeur kwam hem bedanken. Hij zei, bedankt dat je Hakim hebt zo geïnspireerd. Hij wilde hem betalen. Toen zei hij, nee, dit is mijn beste cadeau die ik kreeg. Dat ik voor mijn kleinkinderen op het toneel mag staan. Die mij hebben gezien alleen achter snoep. Achter de tafel met snoep en pindas. Achter het theater. En na afloop ging iedereen weg. We zaten samen in het theater en ik vertelde hem waar ik woonde en dat ik in Nederland woon. En toen zei hij tegen mij, ik heb iets voor jou. Hij pakte een envelop, ik deed hem open en dan zat ik op een foto, zwart-wit, naast hem. Dit is echt waar. Ik kreeg een beetje... En die man heb ik daarna nooit meer gezien. 6 jaar. 6 jaar geleden is hij overleden. Maar het was de laatste optreden wat hij heeft gedaan. En het blijft nog steeds mijn held. En met de touw... even kijken. Kan je dit vasthouden, Rick? Ik ga vragen nu. Dat is... Als je dit... Met recht blijf je dus. Ja, maar kan jij dit? Nou, jij dan gaat het doen. Er zit iemand hier van Algerije. Ik ga hem vragen. Idir, dat is een acteur. Idir, jij bent... Tu es Algérien? Oui. Oui, tu es Algérien. Tu connais l'Algérie? Non, je connais pas. Comment ça? Ik zei, ken je Algerije? Zei hij nee. Bah, oui, je suis Algérien. Tu connais pas l'Algérie? Je connais pas l'Algérie. Mais je connais mon Algérie. Oh, ik ken mijn Algerije. Zei. Ik ken niet Algerije, maar ik ken mijn Algerije. Want iedereen heeft zijn Algerije. Het is groot, het is een groot land... Idir, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton Algérie? Bah, c'est le théâtre, le cinéma et la culture. Hein. Et tu travailles en tant que comédien? Non, j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Ben, j'attends du travail. Et tu quel âge tu as? Ben, 35 ans. Tu peux raconter un peu ta vie? Bah, c'est facile. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais le sein de ma mère. Tot 5 jaar heb ik met de borst van mijn moeder gezocht. Hoe zeg je dat? In het Nederlands opgegeten. Oké. En daarna? 10 ans terrorisme. 10 jaar terrorisme. 20 ans Bouteflika. 20 jaar Bouteflika. 2 ans corona. 2 jaar corona. Quelle est la pièce que tu aimes le plus, le rôle que tu veux jouer? Quel rôle veux-tu jouer à Grand Théâtre? Ben, en attendant Godot, Vlad. Wacht op Godot. Maintenant, tu es là pourquoi? Ben, je suis là pour, je sais pas, pour. Ben, pour tourner un teaser avec un certain Hakim Taridi, je ne sais pas si tu connais. Hij is hier om een teaser te spelen. En qu'est-ce que tu joues? Speel jij? Ben, un Tunisien. Hij speelt een Tunisier. Pourquoi un Tunisien? Ben, parce que les Algériens aiment jouer les Tunisiens, les Tunisiens aiment jouer les Algériens. Parce que, omdat de Algériens en Tunisiens willen spelen, en Tunisiens en Algériens. Et les Marocains, quand est-ce que tu vas les jouer? Ben, c'est un rôle qu'il faudrait prendre avec Escal. C'est un rôle qu'il faut prendre avec Escal. C'est un rôle qu'il faut prendre avec Escal. Maintenant. La dernière question. Oui. Si tu as une baguette magique, als je een toverstaf hebt, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton vœu? Wat is jouw wens? Ben, si j'ai une baguette magique, transformer toutes les salles d'attente, tous les arrêts. Les arrêts de bus, les arrêts de travail, les arrêts cardiaques. En salle de théâtre et cinéma. En salle de théâtre et cinéma. Hij zegt, als ik een toverstaf heb, dan ga ik alle wachtruimtes in Algerije veranderen. Alle bushaltes. In theaters. En dat zal heel veel zijn. Dankjewel. Dat is het.
Dankjewel. Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Als je het hebt over Mijn Algerije, en ik denk dat jij ook, ook al woon je nu in Nederland, een soort Mijn Algerije hebt. Hoe luister jij vanuit Mijn Algerije naar het gesprek dat ik net heb gehad? Mag ik dan nog één keer de microfoon ingeven voor mensen daar? Sorry. Of mag je zitten, mag ik? Ik vond Rick heel goed. Hoor je dat? Nee, misschien stel ik de vraag anders. Als je denkt met het beeld wat jij hebt over Mijn Algerije, herken je dan wat, waar we het net over hebben gehad? Ja, zeker. Ik herken dat. En het is helaas dat het sommige dingen zich herhalen. Ik ben geboren, ik zei het net, in een oorlog. Ik heb oorlog meegemaakt als kind weliswaar. Maar ik heb dingen, mensen zien doodgaan, mensen zien sneuvelen, mensen zien vertrekken. En daarna ben ik weggegaan. En daarna komen 10 jaar, dat is een zwarte bladzijde in de Algerijnse geschiedenis. Maar ik zie ook andere dingen die mooi zijn. Als hij vertelt over Augustinus, dan vind ik het mooi. Of vertelt hij over, zoals Janna zei, dat de mensen zijn heel trots of heel blij. Dat is ook waar. Dat is, het is dubbel. Ik denk één ding voor iedereen die buitenlander is. Als je naar Algerije gaat en dan zeg je tegen een Algerijn, jouw land is niet mooi, krijg je problemen. Als je zegt, jouw land is niet mooi, gaat hij zelf vertellen wat mooi is. Tenminste, als je zegt, jouw land is prachtig, dan gaat hij zelf dingen vertellen. Dat is altijd zo. Ik ben er geweest daar met een Nederlands vriend, Michiel, die zijn stuk speelt nu. Dat is de onzichtbare man. En toen vertelde hij aan een Algerijn, zei hij, prachtig, het is heel mooi. Zegt hij, die plastic tassen, die vervuilen ons overal. Mensen ruimen niet op. Jij moet hier komen wonen en dan zie je het allemaal. Maar zodra hij zegt, ja, het is allemaal lelijk, dan zegt hij, ja, bemoei je er niet mee. Dus wat Janna zei, het moet veranderen vanuit daar, denk ik. Het moet, ik denk dat, dus, economisch kun je wel doen, misschien advies geven, maar ik denk dat de Algerijnen zelf moeten doen. En ik vind het, het is veel te groot. Dus hij weet soms meer dingen dan ik. Want ik ken niet heel Algerije. Algerije is zo groot. Hij komt uit het centrum, die ander komt uit Annaba, de ander komt uit Kabylie. Hij komt helemaal uit Tjeret. Dat is het westen van Algerije. Dus, en ik ben er nooit geweest. Ik ken die plekken niet. Ik zou het graag willen een keer. Ik hoop dat het allemaal een keer gebeurt. Ik ken Nederland beter dan Algerije. Echt. Ja. Ken je Vauxhall? Sorry, nog een keer? Vauxhall? Ja. Ken je die? Nee. Het is een dorp in Groningen. Bij ja. Groningen. Zie je? Veel mensen kennen hem niet. Ja, ken hem niet. Nou. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.